Sterk Woerden heeft vragen gesteld ten aanzien van de leegstaande gebouwen aan de Hoge Rijndijk, die veelvuldig doelwit van brandstichters zijn. De bewoners van de Heren van Woerden in de gebouwen die ernaast staan, zien zich in gevaar gebracht. De gemeente Woerden ziet geen kans om de eigenaar van de oude praxis aan de Hoge Rijndijk te dwingen dat gebouw te slopen. De eigenaar wil de gebouwen in de toekomst wel slopen als hij zeker is van de mogelijkheid om op de vrijkomende plaats woningen neer te kunnen zetten. Verslaggever Ruud Orsel sprak telefonisch met wethouder Ivo ten Hagen over de vragen van Sterk Woerden. Dit is altijd een lastige situatie als een particulier op zijn eigen terrein gebouwen heeft staan die hij niet gebruikt zoals wij dat graag zouden willen. Dan is de juridische rechtskracht om de sloop af te dwingen is heel gering. Er moet echt iets heel bijzonders zijn. We hebben op dit moment als antwoord op uw eerste vraag geen concrete plannen nog om het te slopen. Het is eigenlijk onderdeel van. Ik heb vandaag de eigenaar gesproken. Die heeft gezegd: het is voor mij onderdeel van het plan wat ik nu aan het indienen ben, waar we nu mee over in gesprek zijn. En ik wil het niet vooruitlopen en daarop gaan slopen. Dat is op zich wel gebruikelijk, maar in dit geval heeft u terecht aangegeven dat er toch wat redenen zijn om er verder naar te kijken. Hij heeft vervolgens, daarmee kom ik op vraag 2, beveiliging ingeschakeld om te kijken of hij op deze manier kan voorkomen dat er nog meer van dit soort problemen zijn. En dat maakt ook dat er op dat moment voor ons al helemaal minder druk is, minder noodzaak is om in te grijpen. Omdat hij zal zeggen in zo'n geval, als het ooit voor een rechter zou komen, van ja, maar ik heb nou toch beveiligingsmaatregelen genomen, dat is toch niet nodig meer. Dus dat maakt het nog ingewikkelder om druk uit te oefenen. We zijn met hem in gesprek over een nieuwe bestemming, want ik heb hem ook gevraagd van nou, maar gegeven de situatie zou het toch wel prettig zijn als het gesloopt wordt, al was het maar vooruitlopend op een nieuwe bestemming. Want het moet toch gesloopt worden. Volgens mij is slopen nu goedkoper dan nu beveiligen en hetzelfde over een half jaar te slopen. Toen zeiden van ja, maar mocht onverhoopt die nieuwe bestemming met woningbouw niet doorgaan, vanwege bezwaren van omwonenden of de raad of wat dan ook, dan heb ik niks meer. De beeldentuin van Maria van den Hondel aan de Diemerbroek in Papekop is vooral in de weekenden regelmatig het doelwit van zinloze vernielingen. De door haar gemaakte kunstvoorwerpen worden dan stuk gemaakt, waarbij beelden worden onthoofd en in het water gesmeten en glaswerk gebroken. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Volgens anonieme getuigen gaat het vaak om passerende jongeren op de fiets. Na een stapavond in Oudewater met veel drank op, komen ze in een groep langs fietsen onderweg naar Woerden. In de nachtelijke uren zijn de kunstvoorwerpen in de tuin dan onderdeel van hun zinloze vernielzucht. Vrijwilligers die het stoomgemaal Kamerik tijdigens restaureren en onderhouden, willen de kolonloods inrichten als educatief centrum. Dat centrum moet ruimte bieden aan scholieren of recreanten en informatie bieden over de functie van het gemaal en de strijd tegen het water. Inwoners van Kamerik zijn niet tegen het realiseren van zo'n bezoekerscentrum, maar wel tegen het plan hoe de gemeente dit wil gaan realiseren. De problematiek gaat met name over de verwachte stijging van het aantal bezoekers, terwijl er op dit moment slechts 2 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Men is onder andere bang voor de veiligheid op de Van Teylingenweg. Goedendag. Zoals beloofd wordt het weekend zomers warm en zonnig weer. Het een na het andere hoge drukgebied passeert ons en dat levert vaak heel mooi weer op. Ook deze zaterdag is een mix van wolken en opklaringen. Later in de dag komt er steeds meer zon. En de avond is zelfs zonnig. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en er wordt zo'n 23 graden. De nacht verloopt helder en dan daalt de temperatuur naar 14 graden. De zondag wordt gewoon een zonnige dag. Er staat niet veel wind, die komt uit het noordwesten. En de temperatuur kan over 27 graden oplopen. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 14 en is het weer helder. Kortom, prima om activiteiten in de regio bij te houden. Ook de maandag verloopt zonnig. De tropische waarde van 30 graden kan gerealiseerd worden. Houd één ding in de gaten, de zonnestraling is factor 8. Tot zover het weer.